Het Polytechnisch College Suriname, PTC, bestaat 20 jaar. De hogeschool is op 21 februari 1997 opgericht, toen er een tekort was aan technisch kader en veel hoger geschoolden naar het buitenland vertrokken. PTC moest technisch hoger kader opleiden en de uitstroom van dat kader tegengaan. Woorden van Robbie Holband, directeur van het PTC. Naast het verzorgen van onderwijs geeft PTC technische ondersteuning aan bedrijven en de overheid. Volgens Holband vervult het instituut een belangrijke rol binnen de Surinaamse gemeenschap. Blijf het ook zeggen, het technisch onderwijs is voor ons, naar onze bescheiden mening, de basis waarop je de economie van een land kan verbeteren, de economie van een land kan stimuleren. En ik denk dat als we dat met z'n allen gaan beseffen en meer aandacht, en ik zeg met z'n allen, omdat het niet alleen iets is van de overheid, maar van de totale samenleving, dat men snapt dat technisch onderwijs niet een onderwijsvorm is die zeg maar een tweederangspositie of voor mensen die andere soorten onderwijs niet kunnen volgen naar technisch onderwijs, zoals het vaker werd geprojecteerd van je kan niet naar de MULO, dus ga maar naar. Het is niet dus ga maar naar, maar het is een bewuste keuze die je moet maken en het is een bewuste richting die helpt aan vormen van onze samenleving. Het wetenschappelijk onderwijs is één en dat is belangrijk, dat we mensen hebben die op een bepaalde manier kunnen denken en werken, maar we hebben ook mensen nodig die in het veld kunnen werken, die zaken kunnen doen. En dat is de balans die we erin moeten brengen. En als we dat goed kunnen doen, dan denk ik dat we met Suriname, de acties die nu genomen worden om onze economie te verbeteren, om onze samenleving naar een hoger niveau te tillen, met z'n allen kunnen realiseren. Maar we moeten dat wel beseffen. Holband zegt dat het PTC is gestart met 3 bachelorprogramma's. Momenteel biedt het instituut 10 bacheloropleidingen en een masterprogramma. Het PTC streeft naar perfectionisme en het realiseren van verschillende doelen. Als we de komende tijd voor ons houden, we kijken naar ons strategisch beleidsplan en hebben we een aantal grote doelen. Een van onze grootste doelen is dat we dus echt het gebouw voor PTC moeten opzetten, waarbij het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en de efficiëntie van het onderwijs verbeterd wordt. Dat is het eerste grote doel. Het tweede is dus dat we de mogelijkheden creëren voor onze studenten, zodat zij niet per se, waar mogelijk natuurlijk, niet bij alle modules kan dat, maar dat zij niet per se op locatie komen om onderwijs te volgen, maar dat ze vanuit hun standplaats, als het hun huis is of als het hun werkplek is, onderwijs kunnen genieten. Dat betekent dat we dus met afstandsonderwijs verder moeten gaan. En natuurlijk is de wet die ons ook verplicht voor de accreditatie, waarbij we de overige opleidingen van ons die niet geaccrediteerd zijn moeten accrediteren. Tot zover PTC-directeur Robbie Holband. Hij sprak in verband met het 20-jarig bestaan van het Onderwijsinstituut.